Ja, andere week niet in de weg. Ik bedoel, je bent boegbeeld van de NOS in het neutrale NOS 8 uur journaal. Ja. Grootste journalistieke medium. Je hebt een podcast met Joost Vullings van 1 Vandaag. Ja, die is ook wel anders van toon dan het 8 zeker. Uur je doet deze vlog waarin we zien dat je TikTok met je dochters. Dat je nog tijd hebt om hier te zitten. Ja, mijn dochters liggen op bed. Oh ja. Nee, ja, kijk, het is natuurlijk altijd balanceren. Sowieso als politiek verslaggever. Want je wil altijd een zo afgewogen mogelijk verhaal doen. Maar ik denk dat er zijn dus meer manieren om het verhaal over de politiek te vertellen. En wij kunnen bijvoorbeeld deze week dan... we hebben Thierry Baudet op campagne gezien best wel wat rare dingen horen zeggen deze week. Dat leidt dan tot een online berichtje op onze site. Want ja, het stelt ons voor een dilemma van hoeveel aandacht geef je eraan en zo. En in dit programma en ook in de podcast kan je gewoon uitgebreid ook over die dilemma's die je als journalist hebt vertellen en laten zien waarom je doet wat je doet. Ja, dus als Baudet zegt, kijk eens, daar is de firma fake news, zoals hij graag zegt over de NOS, dan is dat onderwerp voor een vlog. Deze week hadden we bijvoorbeeld quotes van Baudet die 1-op-1 met Trump versneden worden. En het is gewoon de letterlijke tekst. Herman, wij kijken natuurlijk naar die campagne nu. Die begint met. Het is een beetje een rare campagne, natuurlijk, ook door coronatijd. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, als soort buitenstaander dan, hè? Ja, ik ben heel erg buitenstaander. Daarom zijn we gewoon. Ik kijk eigenlijk met hetzelfde oog als jij. Maar ik kan mijn vragen meteen kwijt aan die twee. Wat mij opvalt is vooral in campagnefilmpjes dat er zijn heel veel mooie woorden, holle frazen, waar je eigenlijk meteen ene oor in, andere oor uit. Maar wat mij bijvoorbeeld opviel, en dat was deze week, dat Hoekstra en Rutte, die nemen ongeveer dezelfde positie in die campagnes. En de woorden die Hoekstra gebruikt en de woorden die Rutte gebruikt lijken heel erg op elkaar. En ook in hoe ze zichzelf presenteren. Zullen we even kijken naar het fragment? Wat me hier nou meteen opvalt is dat kijk die foto van Rutte en Hoekstra. Precies hetzelfde achtergrondje. Dat is natuurlijk voor Hoekstra echt wel moeilijk. Om zich te onderscheiden van Rutte. Hij wil een alternatief zijn. Maar als je alleen naar die poster kijkt, maar ook naar hun spotje. De boodschap lijkt gewoon op elkaar. Dit is het moment dat we met z'n allen naar de eindstreep gaan. Nu doorpakken. Voor iedereen in Nederland. Waarin iedereen zich thuis voelt. Samen sterker verder gaan. Samen sterker uit deze crisis te komen. Uit die crisis te komen, stap voor stap. Nederland verder brengen en verbeteren. Daar zie ik ontzettend naar uit. Ik ga er vol tegenaan. Heeft jij een punt dat inwisselbare woorden zijn? Ja, nou ja, die spotjes die heb ik dus samen over elkaar heen gemonteerd. Of door elkaar heen. En dat is inderdaad iets wat je normaal niet in het journaal zou zien. Maar het voegt wel iets toe in de zin. Toont je meteen de moeilijkheid van de positie van de leider van het CDA. Dat hij namelijk Rutte voor zich heeft en hem probeert te verslaan met ongeveer hetzelfde verhaal. Dat soort extra inzichten proberen we te geven. Maar hij probeert wel, die Hoekstra probeert steeds toch zich een beetje te onderscheiden. Nu door die campagne. Family Man, die spot. En de sportman. Ja. Schaatsen. Ja. Ja, hij ging natuurlijk schaatsen met Sven Kramer. Nee. Dat liep niet. Dat liep niet helemaal goed. Maar ondertussen is er. Want ik ging vandaag dus kijken of. Ik loop een beetje rond en we praten. Want uiteindelijk wordt het gemonteerd door Tessa en Saskia zit er ook nog achter, dus we zijn niet met z'n drieën. Maar toen wilde ik dat filmpje instarten. En toen kreeg ik eerst het campagnespotje van het CDA te zien. Waar hij dus op natuurreis aan het schaatsen is. Terwijl wij zijn allemaal weer. We zweten ons allemaal talenten. Weer op. Maar goed, hij is nog aan het schaatsen, ergens in Nederland. Hij is nog aan het schaatsen. En let op wie er langs de kant zit. En let ook op wat er nou eigenlijk allemaal. Maar leg even uit wie er naast de kant zit. Ja, kom maar. Laat maar zien. Want we moeten vooruitkijken. Corona heeft ons vooral geleerd dat we niet zonder elkaar kunnen. Nederland zijn we samen. Met een beker. Hij gaat gewoon door, helemaal verderop. Dan komt hij op een meertje, er zijn twee kinderen. Die zien we ook nog even, met gelijke kansen. Nou, dit geloven we allemaal wel. Dus dit is een verhaal, daar kunnen we allemaal wel achter staan. Dan komen we langs een ondernemer. Ook allemaal prima, maar dan moet je eens kijken wie er zo meteen langs de kant weer zit. Dat zijn weer deze mensen. En dan komen die kinderen dan naartoe geschaat. En dan de payoff is dan, want dan gaat hij. Hij wil het waarmaken, dit keer wel buiten. Dus hij heeft de scheve schaats gereden met Kramer. En dan wilden ze met het campagnespotje. Terwijl je zou zeggen, laat dat schaatsen er even buiten. Ja, maar dit is natuurlijk. Het was eigenlijk te mooi om weg te doen. Het is te mooi om weg te doen. Maar ik denk wel, misschien moet je het wel wegdoen. Want je wrijft in een vlek op deze manier. Oude les van de.